mensen die zich daar op een bijzondere manier in onderscheiden. En zoals je net al aangaf, dit jaar gaat de Sylvester naar Sylvilay Dali. Sylvilay Dali heeft Turkse ouders die als arbeidsmigrant naar Nederland gekomen zijn en jaren in de Almeloze textiel hebben gewerkt. Sylvilay is 43 jaar, getrouwd met een Nederlandse man, moeder van een 19-jarige dochter en een zoon van 10 jaar. In het dagelijks leven is Sylvilay fulltime werkzaam als teammanager bij de zorginstelling Livio in Haaksbergen. Al op jonge leeftijd was Sylvilay er zich van bewust dat een goede beheersing van de Nederlandse taal in combinatie met opleidingen je kansen in Nederland vergroot. In haar eigen omgeving zag ze namelijk te vaak dat vanwege een tekort aan opleiding en taalvaardigheid Turkse arbeidsmigranten aan de zijlijn van de samenleving blijven staan. Mede om die redenen ontwikkelde zich bij haar een sterke drive om zich voor deze groep betekenisvol in te zetten. In 2006 werd zij actief in het platform Allochtone Ouders Onderwijs Hengelo, een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de landelijke organisatie Forum. Het doel van het platform is onder meer om de onderwijssituatie van allochtone kinderen te verbeteren. Inmiddels zijn veel van deze platforms in Nederland ter ziele, niet in Hengelo. Onder leiding van voorzitter Sylvilay is dit platform uitgegroeid tot een zelfstandige stichting waarin op vrijwillige basis 13 leden van verschillende nationaliteiten actief zijn. De doelstelling is al lang niet meer om de onderwijssituatie van alleen de allochtone kinderen te verbeteren. En als ik jou mag citeren, tenminste dat hebben we ergens opgediept, de inzet van de 13 leden is erop gericht om de onderwijssituatie van alle kinderen te verbeteren. Tenminste, dat heb je ons meegegeven. En wij vervullen daarin een platform, daarin een rolmodel en zetten onze kracht in om bevolkingsgroepen te verbinden met elkaar. En op de vraag hoe zij naast haar baan tijd weer vrij te maken voor professioneel vrijwilligerswerk, antwoordt zij, werkend ijzer roest niet. Sylvilay is een toonbeeld van een succesvolle, volbloed Nederlandse met een gestrekte Turkse rug. Haar professionele vaardigheden zet zij vrijwillig in om leiding te geven aan een team vrijwilligers die scholen, ouders en de gemeente ondersteunt bij onderwijsvraagstukken waarmee de allochtone burgers van Hengelo worden geconfronteerd. Het toverwoord daarbij is verbinding. In een tijd waarbij de tolerantie tussen bevolkingsgroepen afgenomen is, maakt Stichting Platform Allochtone Ouders Onderwijs Hengelo succesvolle vorderingen onder haar motto. Mensen vinden elkaar als zij open voor elkaar staan. Dames en heren, Sylvilay Dali, de terechte winnaar van dit jaar. Voor de uitreiking en nou, helemaal geweldig.